iedereen, vandaag heb ik voor jullie een make-up stash video. Het is al een tijdje geleden en omdat het nieuwe jaar is, ik heb pas mijn stash uitgezocht, een aantal dingen weggegooid en gewoon een beetje geherorganiseerd. Dus ik vond het wel leuk om jullie opnieuw te laten zien wat ik allemaal in mijn stash heb. Dus ben je benieuwd, blijf dan zeker verder kijken. Ik ga beginnen met wat er op mijn bureau staat. Dit zijn drie bakjes. Dit is mijn everyday bakje, mijn lipbalsembakje en mijn avondbakje. Dus make-up die ik gebruik als we weggaan. Deze twee bakjes komen van HEMA en mijn lipbalsembakje komt van Action. En ik ga ze nu een close-up bespreken. Als eerste heb ik deze gekleurde gel mascara van Catrice. Een wenkbrauwkammetje van Essence. Een mascara van Essence. Een lippenbalsem van de Babylips in de kleur, in de smaak Hydrate. Een lipstick van Kate Moss in nummer 08. Een bronzer van Rimmel. Een highlighter van Essence van de kerstcollectie. Een blush van HEMA. En een parfum van Essence. Lippenbalsems, vooral babylips zoals je kan zien. En hier ook twee balmies. Die heb ik van de Dee & Hasselt. Dit is in de smaak Pink Punch, Cherry Me, Peach Kiss, Too Cool van de Dr. Rescue lijn. Dit is Pina Colada Pau. Dan heb ik hier Grapevine. Is Hot Cacao. Fierce & Tangy van de Electro collectie. En de laatste babylips is Chai Tea Latte. En dan heb ik dus hier nog twee balmies. Eentje kokosnootsmaak en een multivruchten. Dan mijn avondbakje. Een foundation van Catrice in de kleur 015 Vanilla Beige. Een kabuki kwast van de HEMA. Een matte poeder van Essence. Een lipstick van MAC. Deze vind ik echt super mooi. Die ziet er zo uit. Blush van MAC in de kleur MAC Dainty. En de highlighter Soft & Gentle. Een wimperkriller van NYC. Een wenkbrauwsetje van Essence. Een lipliner van MAC. Die hoort bij die lipstick. Dit is in de kleur In Control. Voor als je deze zou willen hebben. Een eyeliner van Catrice. En ook schaduwbasis van Essence. Dan heb ik nog deze brush cleaner van de HEMA. En hier heb ik dan al mijn kwast. Ik zal er even snel doorheen gaan. Een poederkwast van de HEMA. Hier zitten trouwens drie spontjes in van de Action. Nog een grote kwast van de HEMA. Een poederkwast van Essence. De sculpting brush van Real Techniques. Een oogschaduwkwast van Essence. Blushkwast van Essence. Foundation kwast van HEMA. Oogschaduwkwastje van Catrice. Blending brush van Essence. Foundation kwast van Kruidvat eigen merk. Concealer kwast van Essence. De 217 kwast van MAC, de blending brush. Een oogschaduwkwastje ook van Essence. En als laatste deze blending brush van HEMA. En dan heb ik nog deze kwasten van Real Techniques. Een foundation kwast, een oogschaduwkwast en een poederkwast. In dit schap heb ik mijn lippenbalsems van Coca-Cola, lipsmakers en een lipglossbakje. Die zal ik jullie ook eventjes laten zien. Ik gebruik niet veel lipgloss, dus hier heb ik er echt heel veel van weggedaan. Maar wat er nog overblijft is deze van de Action. De Provocalips van Rimmel. Eentje van de Yuppie. Een gloss van Essence. Een hele mooie matte gloss, ook van Essence. Een potlood van NYC. Eentje van MAC. Een lipgloss van Catrice. Nog een matte van Essence. Een duo van de H&M, een lipstick en lipgloss. Een mooie rode van Chanel. En dan nog de glossy lipbalm in de smaak Berry Cupcake. Dan ligt hier de hele rest van mijn make-up stash. En die bakjes komen van de Action. Dat zijn eigenlijk lades, maar ik heb die laadjes eruit gehaald en zelf hierin ingedeeld. En ik ga nu alle bakjes overlopen. Ik begin met wat hier aan de zijkant zit. Ik heb de drie palettes van Urban Decay, de Naked Palette. Een paletje van Dior. Dan heb ik de Kylie Jenner Lip Kit in de kleur Candy K. En dat kaartje heb ik ook bewaard. Een Be Creative paletje van Issy Paris en een Smoky palet van Essence. Ik begin met dit bakje. Allereerst zit hier een heel palet in voor je wenkbrauwen. Dan al mijn mascara's en eyeliners. Een eyeliner van de Action. Een mascara van Makeup Studio. Eentje van Essence, eentje van MAC. De Get Big Lashes van Essence. Een hele goede van de Yves Rocher. Een test van Dior. Deze heb ik, van waar heb ik die? Van Hasselt & Districos, dat is een schoonheidsinstituut. Een wit potloodje van Essence en een smoky palet van Essence.
Dan mijn foundationlade heb ik hier een poeder van de Action in de kleur 261 Nude. Een foundation van Essence. Primer van Catrice. De CC en BB Cream van Essence. Een mousse van NYC. En het All Around Contouring Palet van Catrice. Dan al mijn oogschaduwpalettes. En dit is nog maar mijn eerste laadje ervan. Dus ik heb een beetje veel oogschaduw. Het eerste deze van Miss Cop. Die komt ook van de Dean Hasselt. Dan een All About Nude palette van Essence. Het All About Chocolate. En het All About Sunrise. Dan nog het All About Vintage palette, ook van Essence. Mono oogschaduw van Essence. Deze witte. Deze gebruik ik als highlighter. Omdat ik snap eigenlijk niet waarom ik ooit een witte oogschaduw gekocht heb. Het Nude palet van Catrice. Het Nude palet. Het Absolute Bright palet, ook van Catrice. Een paletje dat ik heb uit Griekenland, dus dat is hier helaas niet te koop. Een blauw paletje van de Action. Een mooie mono van Gauche. Een limited edition van Catrice, het Nude Person palette. En dan heb ik nog twee paletjes van NYC. Dan heb ik hier nog een aantal oogschaduws, zoals je ziet veel quattro's van Essence. Deze van de Come to Town kerstcollectie 2013 denk ik. Mijn eerste Essence paletje is deze. Paars en roze gebruik ik eigenlijk nooit, maar ik bewaar het palet voor deze twee kleurtjes. En deze mooie, ook van Essence. Een oogschaduwpaletje van de Action. Hier gebruik ik vooral deze kleur vaak van. Dan een MAC paletje. Deze vind ik echt super mooi. En deze noemt Burgundy Times 9. Het wil nu even niet focussen, maar dat is in ieder geval deze palet. Dan een smoky paletje en dit is met de naam Navy Times 9. Een palet van NYC en nog een paletje van MAC. Mijn lipsticklader heb ik ook echt heel veel weggegooid. Als eerste deze van MAC en dit is in de kleur Please Me, een matte. Dan deze, dit is Diva. Een limited edition van Miley Cyrus. Mooie rode van Essence. Twee lipliners. Deze komen van de Esthetica beurs in Brussel. Een mooi nude lipstick van Calvin Klein. Eentje van Beezy Shop. Die heb ik online. Die kwamen samen met mijn Real Techniques kwast. Wie mijn What I Got For Christmas gezien heeft, weet dat. Dan heb ik hier twee van de Bart Smit. Wat fellere kleurtjes. Een hele mooie zomerse van Catrice. En de kleur ziet echt zo uit als het stickertje. Dan een aantal Essence lipsticks. 01 Coral Calling, 15 Oh So Matte en 11 Nude Love. Dan heb ik nog eentje van de Action, ene van NYC en een lipliner van MAC in de kleur Swore. Dan heb ik nog mijn blush en highlighter laden. Als eerste deze trio blush van The Color Institute. Geen idee van waar ik deze heb. Het Essence Sun Club paletje in de kleur 02 Sun Glow. Het Blush Up palet van Essence. Twee cream blushes van de Come to Town kerstcollectie. Een Essence cream blush, So Blush in de kleur 20 Everything is Better in Pink. Een Babylips blush en balm. Ik vind het eigenlijk een beetje onhygiënisch als je het op je lippen gaat gebruiken en op je wangen. Dus ik gebruik deze enkel als blush. En nog eentje van de Action. En voor ik het nog bijna vergeet, heb ik nog dit 88 palet. Die komt ook van de Esthetica beurs in Brussel. Echt een super mooi palet met echt alle kleuren zoals je kan zien. Maar die zit niet in de lade omdat die veel te groot is. En zo, dit was mijn make-up stash video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vond je dit nu een leuke video? Vergeet je dan zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!